Ik ga dus nu naar bed met honger. Ik kan deze week natuurlijk niet zonder chocola. Helemaal bereid dit. Hallo, wat tof dat je kijkt. Deze week doe ik een experiment waarbij ik leef op minimaal inkomen. Ja, ja. Een challenge? Ja, nogal. Maar voordat we verder gaan, zal het je vast wel opvallen dat ik deze video met twee schermen in één maak. En dat komt omdat ik deze hele video met de nieuwe Nokia 8 ga filmen. Dit is de eerste telefoon met een Bode-functie. Wat betekent dat je dus allebei de camera's voor en achter tegelijkertijd aan kunt zetten. Op deze manier wordt het dus nog intiemer, want jullie kunnen echt alles zien wat ik doe en waar ik ben en wat voor troep het allemaal is in mijn huis. Ik vind het in ieder geval echt een hele leuke uitdaging om zo te filmen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Oké, het experiment dus. Deze week leef ik van 29 euro. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om arm te definiëren. En voor deze video gebruik ik het volgende. Als je na aftrek van je vaste lasten nog 180 euro overhoudt in de maand. Voor eten, drinken, kleding enzovoort. Dan kom je in aanmerking voor de voedselbank. Dat bedrag heb ik gedeeld en dan kom ik uit op 29 euro voor maandag tot en met vrijdag deze week. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go! Het is inmiddels 12 uur en ik heb nog helemaal niks gegeten. Geen goede start dus. Dus ik ga snel naar kantoor en dan lunch halen. Deze denk ik. Nou, ik was 3,50 kwijt. Best wel een hap uit mijn budget. Maar ik heb nu dus wel de hele week lunch. Hallo broer! Hey, zuster. Hallo! Nou, alles goed? Ja, hallo. Ik heb met jou afgesproken, maar ik ben helemaal vergeten dat ik vandaag geen geld heb om uit eten te gaan. Ik ben echt oprecht dus vergeten? Ja, en dus ik kan je wel macaroni met ketchup aanbieden thuis. Gadverdamme. Dus dat moeten we nu. Ja. Oh, wat ben je een arm meisje. Niks te eten. Vriend zorgt niet voor je. Niemand kijkt naar je vlogs. Zal ik je dan maar mee uit eten nemen? Yeah! Dankjewel, broer. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Ondertussen was ik wel benieuwd wat eigenlijk andere mensen per week aan boodschappen uitgeven. Ik zit denk ik met mijn kleine gezin tussen de 90 en 100 euro per week wel. Ja. Ik weet niet precies wat ik per week uitgeef. Meestal veel te veel. Zo rond de 75 euro. Het is vaak een slecht idee als ik de boodschappen doe. Ja, hallo. Ik sta te draaien in de skihut hier in Scheveningen. Maar ja, wat wij per week met z'n tweetjes uitgeven, lastig om te zeggen. 120 euro? Ja. 120 euro per week, zoiets. We leven in Amsterdam. Veel Albert Heijn. Duur. Ik kan me niet inhouden. Ik zou liever goedkoper willen zeggen, maar ik denk zoiets. 120, misschien wel 150. Of 100? Ik weet het eigenlijk niet. Heb ik even een gelukje. Want de buurman van de Bagels & Beans, die zie je dus hier, kwam ons welkomen in de buurt en bood ons een kopje koffie aan gratis. Dus nu heb ik lekker een hele luxe havermelk cappuccino. Maar hij is op dit moment heel erg blij, want ze heeft een gratis lunch dankzij mijn boekpresentatie. Ja, ik moet heel even dit pluggen, sorry. Absoluut. Ik heb geen zin. Gratis complimenten. We gaan het ook hardlopen. Oh, dit is wel echt even wennen zo. Maar het is wel heel interessant dat dit kan. Ja, hij filmt nu op twee manieren tegelijk. Ja. Alleen hij filmt mijn onderkin. Ja, daar heb ik ook heel last van. Zo, even een update. Ik heb maar vanmiddag een halve lunch gegeten omdat ik daarna naar een afspraak moest. Sindsdien wat chocola gegeten van mijn reep die ik had gekocht. Ik kan deze week natuurlijk niet zonder chocola. Dus ik bedoel, dat moest gewoon. En nu ben ik bij Westerliefde, bij het Westerpark in Amsterdam. Omdat vanavond de première is van de nieuwe serie op Fox, The Gifted. Ik heb begrepen dat er hapjes worden geserveerd. Dus dat komt goed uit. Daar ga ik eens even flink in duiken. Hopelijk hebben ze wel iets vega's trouwens. Avondeten, kaasstengels. Nou, mijn avondeten is dus alleen maar twee kaasstengels geweest. Het is inmiddels een uur of 10 en ik heb dus echt heel erg honger. Want ik heb eigenlijk best wel weinig gegeten vandaag. Is ook mijn eigen schuld, weet ik. Ik ga dus nu naar bed met honger. Ook misschien om even stil te staan bij dat er nog veel meer mensen zijn die misschien wel regelmatig met honger naar bed gaan. Geen leuke gedachten natuurlijk. Welterusten.
Goedemorgen. Het ontbijt van vandaag is het restje couscous van maandag. Want waarom niet? Ik begin me een beetje te beseffen hoeveel van mijn sociale leven zich niet thuis afspeelt. Ik denk echt 90% zit in restaurantjes en lunches en koffietjes doen en zo. Het is best wel ernstig eigenlijk. Hoeveel geld daaraan opgaat. Ik kan zoveel besparen eigenlijk. Ik heb nu dus een koffieafspraak met Lisa van Lisa Goes Vegan. Ja, ik ga toch gewoon maar een koffietje nemen. Het is wel een hele half uit mijn budget. Maar ik ga ook niet weer smeken of zij het gaat betalen. Ik heb het goedkoopst op het menu genomen. Namelijk de espresso. En die was 2 euro. Hallo Lisa. Hallo. Zet ze op aan het skypen zijn nu. Ja. Kijk, ik heb dus net een kopje koffie besteld. Maar het was het waard. Maar die krijg je van mij. Nee. Nee, maar dankjewel. Oké, ik heb een dilemma. Gisteren vroeg Masha mij mee om naar de première te gaan van Blade Runner. Dus daar heb ik volmondig ja op gezegd gelijk. Maar dat is dus een Hilversum, kom ik net achter. En ja, ik heb natuurlijk geen auto, dus hoe moet ik daar komen? Het OV. Maar dat is hartstikke duur, dus ja, ik moet even naar andere opties gaan zoeken of zo. En ja, ik weet niet hoe ik dit nu moet gaan doen. Even kijken wat dit kost. Geen ritten gevonden. Ik kan dus niet met iemand meerijden. Ik ben me dus aan het klaarmaken om naar de première te gaan zo. Wordt er aan de deur gebeld en zijn het studenten van mijn HVA die geld moeten ophalen voor het goede doel. Is het dus speciaal voor mensen die in armoede leven in Nederland, specifiek in deze buurt ook van Amsterdam nog? Ja, ik kan natuurlijk niet anders dan daar geld aan geven, want hoe kan het nog meer in mijn experiment passen? Als je ook denkt van, ik wil nog eens een goed doel steunen. Armoedefonds. Verstaat, ik heb vanmorgen niet ontbeten. Ik heb vanmorgen een acai bowl van 8 euro gehaald bij de Vondelgym. Ja, precies. Het gaat mij nu heel erg. Ja, en ik ben ook donateur van Wakker Dier geworden, moet dat terzijde. Maar dat is wel ook relevant, want het is vandaag Dierendag. Mega lief. Marcia heeft aangeboden om me op te halen in Diemen, want daar reed zij ongeveer langs. Dus dat scheelt echt onwijs in treinkaartje. Maar even goed, is het wel echt duur. Het OV is gewoon echt zo duur. Dat kun je gewoon eigenlijk ook niet doen als je gewoon een krap budget hebt. Dat zouden ze echt goedkoper moeten maken. Toch? Dankjewel lieve Marcia dat je mij ging ophalen. Geen probleem. We zijn op de rode loper van Blade Runner. En het gaat zo beginnen denk ik. Hallo? Hi. Wat moest je antwoorden? Wat ik ervan verwacht. Oké. En wat verwacht je ervan? Ik weet het niet, want ik heb de trailer niet gekeken. Dus ik denk dat hij goed moet zijn. Ja. Ja. Want Ryan was denk ik. Maar dit is met leuk om zo te interviewen. Ja, het is dus alsof een FaceTime of zo. Leuk man. Score. Ik heb gewoon een hele bak met noedels. Vega met soja. En een grote bak popcorn. Hey! It's a new day. Goedemorgen jongens, ik heb een ontbijtje gemaakt van de allergoedkoopste sojamelk en de allergoedkoopste havermout. En dat is dit geworden. Even een bewijsje dat ik ook gewoon, als ik alleen op kantoor zit, 3 boterhammen met pindakaas aan het eten ben. Want dat is nog steeds mijn lunch elke dag. Ik ga een vegetarische pasta maken met volkoren spaghetti, saus, groenten en de gehakt was in de aanbieding. Vegetarisch gehakt. Dus dat is sowieso voor iets van 3 dagen avondeten. En ik heb voor elke dag een appel. Ik probeer het zo gezond mogelijk te houden, maar is nog best wel lastig. Dit is het eten geworden. Links of rechts? Jezus. Goedemorgen jongens, het is vandaag een spannende dag, want ik ga shoppen. Dat is natuurlijk normaal heel erg leuk, maar nu ja, heb ik geen geld. Dus ja, ik ga naar de kringloopwinkel en ik ben heel benieuwd wat ik ga tegenkomen. Kijk even hoeveel kleding ze hebben. Dit kan nog leuk worden. Helemaal Marije dit.
Nou jongens, dit is hem geworden. Een jurk. Tada. Alleen, ik heb hem best te klein gekocht. Mooi, mooi, mooi. Hij kostte trouwens maar 3 euro, dit jurkje. En ik heb nog voor 50 cent ook nog mijn lievelingsboek gevonden. Die wilde ik al heel lang bestellen, want die heb ik niet. En die kost 10 euro of zo. En nu is hij bijna nog niet nieuw voor 50 cent. Overigens heb ik wel bedacht dat ik volgende week even een hele grote zak met kleding naar de kringloop ga brengen. Want het voelt niet helemaal oké om kleding daar vandaan te halen. Dus ja, voor wat hoort wat, toch? Knowledge is power natuurlijk. Dus ik vroeg aan wat andere mensen wat hun beste bespaartip is. Komt-ie. Mijn beste bespaartip is bij je de boodschappen laten doen. Dat is een veel beter idee dan een kind. Onze tip om te besparen is meal plannen. Dan betaal ik haar graag voor, maar dat moet ik niet doen. Er was een tijd dat ik maar 3 euro per dag uitgaf aan eten. Wat ik altijd deed was weekboodschappen doen. Dat doe ik nu nog wel eens als ik even wat meer in balans wil leven. Beste bespaartip is denk ik wel dat je eigenlijk sowieso geen boodschap moet gaan doen als je honger hebt. Doe op zondag bedenken wat je gaat eten. Vul je meal planner in. Bestel je boodschappen online. Dan word je ook niet heel erg in de verleiding gebracht om andere dingen te kopen. En je weet gewoon wat je moet koken 's avonds. En je gaat niks anders. En je gooit veel minder weg. Ja, je weet wat je moet koken. En soep. Soep is heel goedkoop om te maken. Het is lekker. Het vult als je er een hoop linzen in gooit of andere dingen. Ik vind het echt schandalig hoeveel geld ik normaal gesproken uitgeef. Daar ben ik inmiddels wel achter. Dit experiment heeft echt mijn ogen geopend. Ook over hoe goed ik het eigenlijk heb en eigenlijk ook een groot deel van de Nederlanders. Het is echt zo weinig geld als je ook met het OV of zo ergens naartoe moet. Ja, dat kan gewoon eigenlijk helemaal niet. Ik had natuurlijk uiteindelijk best wel een gekke week, omdat ik veel events had en zo. En daardoor heb ik ook best wel veel kunnen cheaten eigenlijk. Maar bovenal kan ik gewoon echt wel beter mijn best doen om wat minder geld uit te geven. Kijk alleen al naar mijn lunch. Dat heeft me nu voor de hele week 2,50 gekost. Nou, normaal ben ik dat makkelijk kwijt met gewoon even een kopje koffie on the go. Was misschien een beetje karig, maar op zich prima. Deze uitdaging om met de nieuwe Nokia 8 te filmen met een dubbele camera vond ik echt heel erg tof. En volgens mij voor jullie ook best wel leuk om nog meer mee te krijgen van wat er allemaal gebeurde en waar ik allemaal was. Dus ik hoop dat jullie het ook tof vonden. Wil je meer weten over deze telefoon? Klik dan even in de link in de beschrijving van deze video. En ik bedank je veel voor het kijken en zie je volgende week weer. Gollum says hi. Niet echt.